Proost, Jan. Ja, proost. Dat zeg ik. Het kan vriezen, het kan dooien. Als je onderuit gaat, zijn ze vergeten te strooien. Blijft mooi. Ja. Goedenavond. Gefeliciteerd met uw contractverlenging. Ja. Hoe kijkt u daar zelf tegenaan? Het wordt het vierde seizoen Dino achtereenvolgens en het achtste totaal. Ja, klopt. Hoe kijk je daar tegenaan? Dat is toch wel een mijlpaal, of niet? Als je 8 jaar bij een club mag werken, in 2 periodes verdeeld. 8 jaar achter elkaar kan ik ook, maar we hebben nu in 2 periodes gedaan. De ene periode iets succesvoller als de andere periode. Ja, ook dat hoort bij sport. Maar ja, dan mag je toch wel gezegend zijn dat je weer een periode van 4 jaar bij een club kan volmaken. Hoe schat je dat zelf in? Dan komt er zo'n derde seizoen, daar zijn we nu mee bezig. Wat is voor jou de reden om te denken van nou, ook jaar 4 kan straks goed zijn? Nou ja, weet je, het leuke is, kijk, vorig jaar was het natuurlijk een teleurstellend seizoen met veel spelers die op retour zijn geweest, zeg, lekker daar maar op te houden, en, waardoor het niet goed gegaan is. En ook wel samenloop van allerlei omstandigheden, dat is niet alleen de spelers natuurlijk. Maar dit seizoen hebben we natuurlijk een heel nieuw elftal moeten formeren met veel jonge spelers. En we hebben wedstrijden gespeeld met 7, 8 man onder de 21. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Daar zit natuurlijk altijd wel rek in, zoals dat dan mooi heet. Dus ja, als je dat bij elkaar kan houden en je kan het misschien nog wat aanvullen, ja, dan kan je misschien een hele leuke groep neerzetten waar je op een of andere manier misschien nog succes mee kan hebben. En dat zou dit jaar ook nog wel kunnen natuurlijk. Daar gaat het niet om. Ze staan nog steeds bij de top 3. Maar de verschillen worden wel steeds kleiner, dus het is niet zo... Kan je dat ook met je andere hand, wat je ja, net deed? Ja, dat wordt wat lastiger, hoor. Die is nog niet helemaal door. Dat is leuk, hè? Ja. Maar dus die verschillen worden wel steeds kleiner. Maar dit seizoen zouden we in principe nog heus succesvol kunnen zijn, zeg maar, via na-competitie, CQ, promotie of wat dan ook. Maar goed, als je volgend jaar misschien weer wat spelers bij de club kan betrekken, oud-spelers bijvoorbeeld, maar vooral ook wel jonge jongens, ja, dan kan je een team bouwen waar Duno nog een tijdje mee vooruit kan. En wat misschien ook wel voor mij ook hartstikke leuk is om mee te werken, want ik merk nu ook wel met jonge jongens is het ook gewoon heel leuk werken, in plaats van met wat mannen die over de 30 zijn en het eigenlijk allemaal wel een beetje gezien hebben. En dan ga je op weg naar bijna 30 trainersjaar. Ja, als ik dat vierde seizoen is dan ook mijn 29ste jaar als hoofdtrainer. Dat is best wel, dat is wel erg lang. Ja. Want als ik met spelers praat, dan besef ik wel eens van, joh, ik was al lang trainer, toen moest jij nog geboren worden. En ik zei het zelfs tegen mijn assistenttrainer vandaag van, ja, maar ik ben wel 29 jaar bijna, of nieuw 28 jaar hoofdtrainer. En dat is bijna net zo lang als dat jij, tot jij bij deze aardbol rondwandelt. Dus dat houdt ook in dat je heel veel meegemaakt hebt. Maar wel hartstikke leuk. En nog altijd zin in? Ja, maar juist doordat je nou met een hele jonge groep gaat werken en aan het werk bent. Kijk, als je natuurlijk een aantal jaren met eenzelfde groep gaat werken, dan is die wisselwerking binnen zo'n groep wordt dan toch moeilijker. Want zij weten mijn dingetjes, mijn gewoontes en mijn manier van trainen en mijn opmerkingetjes. En met een jonge groep die nog fris en fruitig is, zoals het mooi heet, en die nog enthousiast en ambitieus is. Ja, dan heb je daar veel minder last van. En die eten nog, even overdreven, dan uit deze hand, niet uit deze hand. Maar zo is het wel natuurlijk. Dus dan zit de rek is dan veel groter dan wanneer je met een wat oudere groep werkt. Dus dan is het voor mij ook alleen maar leuker. Dat vond ik dit seizoen ook, ik was ook veel enthousiaster, als ik het zo mag noemen, of gretiger of frisser dan het jaar daarvoor. Want dan was dat toch anders, laat ik het dan zo stellen. Voordat je negatief gaat worden, is ook niet de bedoeling. Over gretiger en vrolijker gesproken. We kijken uit op een enorme foto van een flat die inmiddels 25 miljoen euro meer waard is. Ja, dat heb ik vorige week gezien. En er zit er eentje gewoon. Die zit gewoon, ja, leuk. Ik heb 9,5 ton. Je gaat er toch anders tegenaan kijken naar zo'n flat. Het ziet er wel hetzelfde uit. Maar ik heb ook veel meer die kant op moeten schieten met de bal. Dan maakt het meer uit. Hier en daar een ruiter uit. Dus wat dat betreft. En dan steeds roepen van, joh, je hebt toch geld zat. Dus, nee, dat is ook wel mooi. Hey, dankjewel. Ja.